Heb je aan het eind van je geld ook vaak een stuk maand over? Je bent niet de enige. Die geldzorgen hebben impact op je brein. Wie denkt eigen schuld dikke bult, die heeft het mis. Ik ben Mira Stalle, gedrags- en neurowetenschapper. En ik ga hier in de werkplaats het misverstand repareren dat schulden altijd je eigen schuld zijn. Geldzorgen hebben invloed op de beslissingen die je neemt. Uit onderzoek blijkt, als je in zo'n situatie terechtkomt, dan doen veel mensen hetzelfde. Ze zijn niet bezig met de lange termijn, niet bezig met plannen, maar echt met het hier en nu. Logisch, want je hebt nu problemen en daar moet nu een oplossing voor komen. Daardoor doe je soms dingen die voor een ander niet logisch of handig lijken. Als je acute geldzorg hebt en je kan je rekeningen niet betalen, dan gaan mensen soms wel een lening aan met een hoge rente. Daardoor kun je nu je rekeningen wel betalen. Maar uiteindelijk wordt je schuld alleen maar hoger en kom je in nog meer problemen. Eigenlijk stop je het ene gat met het andere. Mijn budget per week is €90 per week voor 5 personen. Prijzen stijgen in een recordtempo. 1 op de 3 huishoudens kan niet meer rondkomen. Wat wij zien in ons onderzoek is dat geldzorgen invloed hebben op het functioneren van de hersenen. Geldzorgen geven stress. Mensen hebben voortdurend het gevoel tekort te komen. Ze kunnen de touwtjes niet aan elkaar knopen. Wij hebben geprobeerd dat gevoel na te bootsen in een experiment. We hebben daarin een situatie gesimuleerd waarin mensen soms geld tekort kwamen en soms juist niet. En vervolgens hebben we gekeken, wat gebeurt er nou in de hersenen? Wat we vonden is dat er minder activiteit was in de dorsolaterale prefrontale cortex. Dit gebied speelt een belangrijke rol bij het stellen en het bereiken van doelen. En dat we nou juist dit gebied vinden is interessant, want gedragsstudies laten zien dat mensen met geldzorgen juist niet zo bezig zijn met die lange termijn doelen. En dit is vaak nadelig, want juist die lange termijn heb je nodig voor het oplossen van geldproblemen. Denk bijvoorbeeld aan dat het belangrijk is om geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte koelkast of een autoreparatie. We vinden ook nog andere resultaten. Er is namelijk ook een ander gebied juist meer actief. En dat is de orbitofrontale cortex. En die zit hier. Je ziet het ook op deze doorsnede. Het is hetzelfde gebied. En wat dit gebied doet, is dat het helpt met beoordelen of iets prettig is en fijn is voor jou. Dus simpel gezegd eigenlijk, of iets voelt als een beloning of als een straf. En wat we zien is dat tijdens geldzorgen dit gebied actiever is. En dat betekent dat je met die geldzorgen gevoeliger bent voor dingen die belangrijk zijn, waar je van houdt, zoals bijvoorbeeld een nieuwe jas of de laatste tv. Geldzorgen zijn complex. Het kost energie en doorzettingsvermogen om op te lossen. En daarnaast is het ook echt vaak niet duidelijk dat er hulp is en waar je die hulp dan kan krijgen. En dan is er ook nog schaamte. Mensen zoeken de oorzaak bij zichzelf en praten er niet over. En zo kom je in een visuele cirkel terecht. Problemen nemen snel toe en betalingsachterstanden worden snel groter door administratie en incassokosten. En geldproblemen kunnen ook leiden tot ruzies en spanningen thuis. Wat kan er gedaan worden om dit tegen te gaan? Nou, vaak wordt gedacht dat de oplossing ligt in voorlichten. Dat mensen een budgetcursus moeten nemen. En dit kan helpen, maar het kan ook juist echt voor extra stress zorgen. Want je moet je schaamte overwinnen, maar je moet ook dingen regelen zoals kinderopvang en dat is kostbaar. Maar wat dan wel? Nou, een simpel antwoord is geld geven. En nu hoor ik jullie denken, ja, we gaan toch niet ieder zijn schuld betalen? Nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is het inkomen verhogen. Je wil de ergste zorgen wegnemen. Daardoor stel je mensen in staat om niet een gat met een gat te dichten, maar een gat met geld te dichten. En daardoor kan de ergste stress afnemen en komt er weer meer ademruimte. Het idee van zomaar geld geven stuit nog wel eens op weerstand. De veronderstelling is dat mensen er lui van worden. Maar als we uitzoomen, dan is het juist zo dat die buitenlandse studies het omgekeerde vinden. Ze vinden bijvoorbeeld dat het geven van geld een positief effect heeft op de mentale gezondheid van mensen en hun welzijn. Ze rapporteren minder gezondheidsproblemen, ze zijn minder vaak depressief, hebben vaak minder angsten en zijn ook minder eenzaam. Er is dus ook echt bewijs uit die buitenlandse studies dat het geven van geld levens kan verbeteren. Mensen gaan meer investeren in zichzelf. Bijvoorbeeld de bereidheid om een studie te gaan doen neemt toe, maar ook de bereidheid om fulltime te gaan werken. Dit soort studies zijn erg belangrijk. Het laat zien dat armoede en schulden voor een groot deel een gevolg zijn van de stressvolle situatie. Wanneer de situatie verandert en er eigenlijk weer meer ademruimte komt, er is minder stress, dan kunnen er weer lange termijn beslissingen worden genomen. Dan wordt de vicieuze cirkel doorbroken. Heb jij ook het idee dat je soms slechter slaapt door volle maan? Ik ben Marijn, slaapwetenschapper, en ik leg je in de volgende aflevering uit hoe het zit.